Schiphol bereidt zich voor op de toekomst en bouwt een nieuwe pier en terminal. Complex, groots en uitdagend. In een operatie die dag en nacht doorgaat. Beleef het mee vanaf de werkvloer. Schiphol. Building the airport of the future. We hebben vooral gekeken naar hoe die bestaande terminals eigenlijk waren toen ze nieuw waren. En dat hebben we als een soort uitgangspunt genomen om deze nieuwe terminal in een, laten we zeggen, 2.0 versie daarvan te ontwikkelen. Mijn naam is Kees Kaan, architect bij Kaan Architecten. Wij werken samen met een aantal andere ingenieurs en architecten aan de nieuwe terminal voor Schiphol. Behalve dat we aan een hele avontuurlijk en groot en ingewikkeld project begonnen we eigenlijk ook een nieuw bedrijf. Inmiddels werken er ongeveer 150 mensen binnen KLR aan, even alleen aan onze kant. Aan de Schipholkant zijn er dat minstens nog eens net zoveel. Dit is een bijzondere ervaring. Ik heb nog nooit met zo'n groot team aan een project gewerkt. I understand this facade is coming forward and it means that we have to restudy how it connects here to the main building. Waar we voor gekozen hebben is om deze terminal eigenlijk onder een heel groot dak te plaatsen, deze ruimte. En dat dak als het ware te laten rusten op alleen de gevel en de liftkernen die in het gebouw staan. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat je in het gebouw geen kolommen nodig hebt verder. En er dus een hele grote ruimte ontstaat, groter dan een voetbalveld. We maken tegenwoordig niet meer plattegronden en doorsnedes en aanzichten. Ja, die maken we nog wel voor onszelf. Maar eigenlijk wordt alles meteen in een soort grote database gestopt die driedimensionaal is. Daar zitten niet alleen lijnen en dat soort dingen in, maar daar zitten ook technische labeltjes in. Dus dan kun je ook meteen zien dat een lijn een stuk staal is of dat een element een ding is, een product. Vroeger had je de master builder, maar vandaag de dag heb je de master explainer. De architect die moet het vaak toch aan iedereen uitleggen. Niet omdat andere mensen niks weten, maar omdat ze niet het complete plaatje hebben. En wij moeten proberen het complete plaatje te maken. Schiphol is natuurlijk een veel eisende opdrachtgever. Je zou kunnen zeggen, het is een draak met heel veel koppen en die moeten allemaal in de gaten gehouden worden en tevreden gesteld. Maar dat vinden we natuurlijk heerlijk als architecten, want ja, wij hebben dezelfde passie en drive, zeg maar, die zij hebben. Dus dat matcht volgens mij heel goed. Het is vrij vol op Schiphol. Hè. Er staat van alles in de weg. Je kan niet zomaar een nieuwe terminal bouwen. We gaan daarvoor allemaal dingen weghalen en omleiden. Zodat we een plek creëren waar die nieuwe terminal kan komen. Mijn naam is Kim Flinterman. Ik ben de projectmanager voor de Early Enabling Works voor de nieuwe terminal. Dat is een pakket van bijna 50 projecten die allemaal uitgevoerd moeten worden om het gebied waar de terminal moet komen zoveel mogelijk functievrij te maken. Zodat de aannemer van de terminal straks meteen aan de gang kan, zonder dat er van alles in de weg staat. We staan nu in de huidige WC-corridor. Het is een beetje lawaaiig hier, maar het is toch wel leuk om te vertellen dat deze corridor die moet gaan verdwijnen. Want we staan nu eigenlijk in waar de nieuwe terminal komt. Omdat deze corridor straks niet beschikbaar is voor de passagiers, moeten we een alternatieve route aanbrengen. En die loopt tussen de B-pier en de C-pier. Van B13 zo over het platform naar C4. Ik doe het gelukkig niet alleen. We hebben een heel team van projectmanagers die mij helpen om dit voor elkaar te krijgen. Dus het is teamwork. En daar haal ik ook mijn energie uit. Want ik heb een leuk team, leuke mensen om mee samen te werken. En omdat het zoveel projecten zijn, heb je ook heel veel resultaten die je boekt. En dat is gewoon vet. Hier staan we bij de Tribune Burger Bar. En daarachter zie je ook de A-pier. Er komt hier ook een corridor naar de A-pier toe om de A-pier bereikbaar te maken. Die komt dwars door deze Burger Bar heen, dus die gaan we verschuiven.
Dat klinkt heel makkelijk, een restaurant verschuiven, maar er komt nog aardig wat bij kijken. Want en de keuken, de tap, hè, niet onbelangrijk, en het restaurantgedeelte moet in zijn geheel opgeschoven worden. Om hier de nieuwe doorgang naar de Apier te maken. Een van de grootste uitdagingen is eigenlijk een gezonde balans tussen de operatie van de luchthaven zelf. Hè, het laten landen en opstijgen van vliegtuigen, het aflandelen ervan. De passagiers die hier ook gewoon rondlopen. In combinatie met het hebben van een heel groot bouwproject. Wij verstoren ook gewoon de operatie. En daar zitten ze zeker niet altijd op te wachten. Aan de andere kant, straks die terminal af is, hebben ze er extra capaciteit bij. En dat is ook wat echt nodig is. Ik kijk natuurlijk uit naar het moment dat ik met mijn familie, bij wijze van spreken, daar incheck. Enerzijds, en daar sta. Maar nog daarvoor eigenlijk, denk ik, het moment waarop de hele ruwbouw, het stalen skelet van het gebouw daar komt te staan. En je eigenlijk pas goed kan bevatten de schaal die het heeft en de omvang die het heeft, ook in verhouding tot de andere onderdelen op Schiphol. Ik kijk eigenlijk het meeste uit naar de bouw van de BC-Link. Dat wordt echt ontzettend gaaf, denk ik. Dat zijn modules van ruim 12 meter breed die dan 's nachts geïnstalleerd moeten worden. Ik denk dat het transport over de airport op zo'n grote rupsbandenwagen en dan het installeren ervan, als dat helemaal loopt zoals we het nu aan het plannen zijn, ja, dan is dat wel echt een resultaat waar we trots op kunnen zijn.